een zomerdag. Hersen en haar zussen in een stoet. Mercurius vloog rond in de lucht en hij zag haar toen. Aglauros deed de deur open. Hij kwam haar niet naar binnen toe, tenzij hij haar heel veel goud gaf. Minerva zag dit en was boos. Hij gaat naar vrouwen jaloezie en vraagt haar om haar te vergiftigen met jaloezie en haat. Aglauros werd plots echt heel jaloers. Ze brandt en smelt en ze ligt in. Het duurde lang en het deed veel pijn. Jongen, jongen, dit was niet fijn. Doodgaan heeft het toch blijkbaar niet. Maar ze had wel heel erg veel verdriet. Want ze had seks met een god en zij niet. Ze wakker en er wakkerde een haat van binnen. De god kwam er weer aan en ze bewaakte trouw de deur. Ze versperde hem de weg en zei tegen hem: je niet vandaan te bewegen, tenzij hij was verdreven. Ging hiermee akkoord, maar had geen zin in wachten. Dus veranderde hij haar snel in een koude en harde steen. Aglauros kon toen nergens meer heen en Mercurius kon erdoor. Toen had hersenseks met een god en Aglauros niet.